dat in de 500 meter we een hele 500 meter hebben gereden, die ik op een klokje heb gekeken en 1 uur en 5 minuten heeft geduurd. En geen 40 minuten wat men zei. En geen problemen, hè? 1 ja. uur en 5 minuten. En als Gerritsis dan 4 paren uitrekenen, je komt op 4 keer 8 minuten, zeg maar 4 keer 9 minuten, kom ik op 35 minuten uit. Dan vind ik het vanuit het standpunt van Gerritsis heel reëel, dat hij zegt, we doen 9 minuten over een 5 kilometer. Dat betekent dus dat ik dus, zeg maar, 9 keer 5, 45 minuten kwijt ben. Daar past dus het schema van 5, om de 5 ritten dweilen, past daar best in. Dus ik kan dat verwijt naar Gerritsis kan ik niet delen. Voor het klassement niet meer interessant. En op grond van zijn persoonlijk record de 5000 meter mag je ook niet direct verwachten dat Oors via die 5000 meter zich alsnog in het eindklassement zal weten te rijden. En datzelfde geldt ook een klein beetje voor zijn Zuid-Koreaanse tegenstander, Wang Ik-kwan. 13e op de 500 meter met 38,55. Maar een persoonlijk record, weliswaar dit seizoen gerealiseerd, op de 5000 meter van 7,5 minuut. Doet nou niet direct verwachten dat die Koreaan het via die 5000 meter wel even zal maken. Valse start was, u ziet dat aan het vlaggetje voor Oors. Die zal dus even in moeten houden nu. Dat doet hij ook. En nu maar eens kijken of Oors, die 7.13.9 heeft staan als persoonlijk beste tijd op de 5 kilometer, in staat is om nog een goede prestatie op de nu weer schone baan neer te zetten. Opening 20.2. Niet slecht, niet supersnel. Het houdt zo'n beetje het midden van de ritten die we tot nu toe gehad hebben. Onze coach, nieuwe coach, Christiansen, geeft ook aan dat het zo in orde is. Een beetje een onvolkomen techniek van de Zuid-Koreaan, maakt niet alle slagen af. En de eerste volle ronde gaat in 33 ruim voor beide rijders. En dat betekent de passagetijd na 600 meter. Van ruim 53 seconden. En dan zitten we zo op het schema van Baldus en Nitile, die net onder de 7 minuten bleven. Maar weldra zullen we daar bovenuit komen, mag ik aannemen. Het is toch nog druk hoor in de hal. Er is weinig publiek dat echt weg is gegaan. Hoewel we natuurlijk de belangrijkste ritten hebben gehad. Maar we willen toch de ontknoping afwachten. Hoe ver zakt Vergeer terug in het klassement? Zijn er nog meer mensen die sneller zijn dan hij? 26-9 voor de Koreaan. Nog altijd vergelijkbaar met Baltus Nitile. Kijk, heeft een beetje onregelmatige slag die Koreaan af en toe. Zal nog het een en ander moeten bijschaven aan zijn techniek. 2, dubbelblank, 3. De rondjes van in de 33, ook voor Oors. Dat is nog altijd een hele acceptabele tussentijd. Persoonlijke records gaan begroeten. Want ook de Koreaan, die nu wel een behoorlijke achterstand van de Noor is gekomen, zal zijn persoonlijk record behoorlijk aanscherpen. Na de val op de 500 meter smaak je dan in ieder geval nog het genoegen van een nieuw persoonlijk record. 7.08.05. Het is niet genoeg om bij de laatste 16 te komen. Seconden afhaalt van het persoonlijk record wat voor de Koreaan te boek stond.